Hallo allemaal. Ik ben Wanda Boezekel, professioneel Pultjes, bij HCS Company. Dit is het derde deel van een serie over potplacement op OpenShift en Kubernetes. Dus waar, op welke nodes komen je pots te draaien en hoe kan je dat als applicatieontwikkelaar beïnvloeden? De eerste deel hebben we gekeken naar node selector, een nogal redelijk botte methode die je ook gewoon als basis kan zetten waar dingen van je team overheen komen op OpenShift minstens. Ja, node op Kubernetes Ik zet je je deployment ook. En in het tweede deel hebben we gekeken naar node affinity, pod affinity en pod anti-affinity. Dat is wel erg fijn om te zorgen dat pods niet bij elkaar op een node komen te draaien of juist wel bij elkaar op een node komen te draaien. Wat erg handig kan zijn voor performance voor dingen als een warm cache wat je naast een pod wil hebben. Wat geen van die oplossingen voor je oplost, is het feit dat als ik meerdere nodes heb, dat ik niet kan bepalen hoe mijn pots verdeeld worden over die nodes. En helemaal als ik minder nodes heb, ik heb bijvoorbeeld vier nodes en ik heb acht replica's die ik ga draaien van mijn deployment. Nu kan ik wel zeggen preferred maar Op een gegeven moment vindt Kubernetes dan als ik zeg preferred anti-affinity. Drie nodes met elk één, één node met vijf. Vindt die helemaal oké, okay, want het voldoet aan de regels. En jij hebt natuurlijk liever vier nodes van twee dan, netjes verdeeld. Dus dat kunnen we ook doen. Kubernetes 1.18 is een functie geïntroduceerd, het heet topology spread. Dus laten we daar eens naar gaan kijken. Ik zit hier in mijn terminal. Zoals in de andere delen van de serie. En rechtsboven heb ik een klein venstertje staan die al mijn pots opvraagt in mijn namespace. Ververst elke seconde. En die laat ook de wijzigingen daar zien. En hij laat ook zien hoeveel deployments, hoe ready die zijn. Rechtsonder ben ik alle events aan het scrollen. Af en toe ververkomen opeens oude events tussendoor weer. Dan heeft hij zijn watch opnieuw gestart, ziet hij die weer. En als we dingen hebben waarom een bepaalde pot niet geplaatst kan worden, zien we die daar. Ik zie hem, voor jullie staat mijn dikke hoofd er grotendeels overheen. Maar ik zal er naar wijzen als er wat interessants is. In links heb ik mijn gewone terminal. Heb ik een applicatie staan, dit is puur mijn back-end, We van deze kijken. Front-end hadden we vorige keer nodig, bij deze niet meer. En ik heb mijn basis deployment, en daarin staat gewoon replica's 4, dit image, veel succes ermee. En ik heb een aantal overlays. En de eerste overlay waar ik met jullie vandaag wilde kijken, is mijn topology spread overlay. Dit komt bovenop mijn gewone deployment, dus in mijn potspack uh, komt hier een topology spread constraints stuk te staan. Dat is het nieuwe keyword wat toegevoegd is in Kubernetes 1.18. En dan kan ik hier een lijst maken van waar aan voldaan moet gaan worden. Het eerste wat we hier staan is max queue En dan topology key. En dan label selector en een when unsatisfiable. We gaan het allemaal uitleggen. We beginnen met de label selector. Dit is waar we weer gaan kijken welke pots hebben we het al over. Dus ik zeg match labels app is backend. Want mijn applicatie heet Backend. Dus we gaan kijken naar andere pods die dat label hebben al. Huh? When unsatisfiable, bleek het. Als we niet kunnen voldoen aan deze vereisten, wat dan? Huh? Nou, do not schedule, dat is hetzelfde als bij Affinity zagen met require during scheduling, bladibladibla. Huh? Alleen nu zeggen we do not schedule. Huh? Je kan ook zeggen schedule anyways. Dat is het keyword wat je erin mag zetten, en dan wordt die gewoon geplaatst. Ook al kunnen we die dan nou voldoen, komt die ergens anders te draaien. Topology key wijs ik hiermee naar een zone. Hm? Ik heb vier nodes, workers 01, 2, 3 en 4. Die staan alle vier in topology.cubinators.io slash regio en L Amersfoort, waar we in dit voorbeeld niks mee doen. Maar worker 01 en worker 02 staan in de zone DC1. En worker 03 en worker 04 staan in de zone DC2. Dan komen we die Max Q uit. Wat we dan gaan doen, ga je gewoon even een plaatje ondertekenen. Ik heb hier uh, zone dc1 en aan deze kant heb ik zone dc2. En stel je in zone dc1 heb ik al uh, pot a draaien hè? en hier in zone dc2 nog niks. Nu wil ik er een pot bij zetten die aan het label app is backend voldoet. Zou ik hem hier in zone dc1 gaan zetten, zou ik hier, laten we dat minnetje even laten staan. Daar draait nog niks. Zou ik nu in zone 1 pot B erbij gaan zetten? Dan draai je er 2 in zone 1 en 0 in zone 2. Dat is een verschil, een skew van 2. En dat mag niet, want we zeggen het maximale verschil tussen twee gebieden die aan deze kievel doen is 0. Dus we selecteren hier een zone, dat zijn meerdere nodes. Dus zouden we ook hostname kunnen zetten? Ja, dat ga je het echt even hosten verdelen. Zones ga je er voor zones verdelen. Datacenters ga je er voor verdelen. Regio of regio's. Hoe jij je nodes gelabeld hebt. Dus de enige wat nu mag, is hem hier neerzetten als er een tweede bij moet komen. Want zone 1 had al wat. En dan zouden dus Q2 maken en Max Q was 1. Moet er nu een derde pot bij komen? Dat nou, kan je aan allebei kanten. Want hè, als ik er nou een base in zone DC2 zet, if zone DC2 heeft zone DC 2 heeft 2, ander 1. Q van 1 mag verschil. Hm? En het gaat om het maximale verschil wat komt als je een pot ergens neerzet. Moet nu pot D er ook nog bij? Ja, dat mag. Alleen als pot D hier in zone DC2 zou neerzetten, wat dat 3? Zone A was 1. Is een verschil van 2? Mag niet groter dan 1. Dus hij moet in zone 1 komen nu. En zo kun met die kunnen we met de spread zorgen dat je pots gelijkmatig verdeeld blijven. Ook als er meer zijn dan je nodes of zones of wat dan ook hebt. Ja. En die Affinity Affinity kom je maar een bepaalde hoeveelheid mee. Dan ga je niet zeggen van en als alles voldaan is en je kan niet meer, hoe gaan we dan die rest van die pots verdelen? Dat kunnen we zo met die constraints gaan doen. Nou, laten we dit maar eventjes niet opslaan. Laat deze gewoon gaan applyen. Ik zeg gewoon: uh, OC Apply min -F. Uh, Customize, build, overlay, topology spread. Gaat hij het uitrollen? We zien pot spending. Hij heeft ze al weten te plaatsen. We je ziet daar gaat hij nu twee op worker 02 neerzetten. Want dat mag, want we zijn op zone aan het indelen en niet op node. Toen we die node, eh, pot anti-affinity hadden, eh, moest er eentje per node komen, anders mocht het niet. Dat was in een vorige aflevering. Nu ga ik op zone niveau werken. En dat die dan meer erop één node komen. Nou, dat mag gewoon. Maar je hoeft dit niet in zijn eentje te gebruiken. Ik heb hier ook een ander voorbeeld staan. En dat is met een politie spread met een node affinity erbij. En dan gaan we kijken. Ik heb hier een stuk affinity staan zoals we het vorige keer ook hadden. Die zegt van we willen een node affinity hebben. We moeten op dc1 of dc2 draaien met een labeltje. Nou, in mijn geval zijn het al de nodes, voegt het weinig toe. En dan diezelfde spread constraints erbij. Maar voor hetzelfde geld heb je hier gewoon knijter hard nog een uh, pot anti-affinity bij staan. Of een pot affinity. Dat mag. Hoe gaan we dan met die potjes spreads som als je ook een noodselector hebt? Mag er ook nog bij. Hier onder de spec mag ook gewoon nog een ouderwetse noodselector. Mag je ook gewoon nog mee gaan spelen. Hoe werkt het in dat geval? Nou, Even kijken, rechtsboven is hij ondertussen lekker aan het doorlopen nog. We hebben er al, bijna alles zit al op uh, mijn nieuwste uh, deployment strategie. Als we nou meerdere dingen hebben, we hebben een topology spread en een node selector en een affinity. Dan kijken we eerst naar welke nodes blijven nog over als we je node selector, je node affinities, je pod affinities, je pod anti-affinities allemaal gaan meenemen. Die set waar dan overblijft. Daarop gaan we dan met die topology spreads constraints kijken of het wel gelijkmatig verdeeld wordt met die max queues als jij hem invult. Je mag max queue trouwens ook op twee zetten. Dan mag het best zijn dat één zone 3 pots draait en de andere zone 1 pot. Dan heb je een verschil van 2. Mag ook. Het ja? meeste wat je zal zien is één voor de meeste servers gewoon lekker gelijkmatig verdeeld. Dus noodselector. Node Affinity, pot Affinity, pot anti-affinity. Die maken de set van nodes waar we op zouden kunnen komen. In je topology spreads constraints gaan we dan netjes binnen die set verdelen over de gebieden die gedefinieerd zijn door het labeltje. Dus alles wat het labeltje wat je onder de topology key hebt staan hetzelfde heeft. Is dan een bucket waar we dingen in mogen kunnen gaan verdelen. Ook al zitten daar meerdere nodes in misschien. When unsatisfiable onthouden, schedule, anyways, mag ook, alleen dan heb je geen garanties meer dat het netjes verdeeld is. Deze kunnen we ook nog applyen. We willen. Hiervoorbij gaat allemaal gewoon geplaatst kunnen worden. We hebben alleen maar een extra notenvindt die erbij zit. Hij gaat weer even staan uitrollen. Ja? Maar hij komt er gewoon doorheen. Je ziet het is ook allemaal weer pending. Je ziet, hij is wel lekker worker 2, worker 4 bezig. Blijkbaar hebben die net iets meer resources beschikbaar dan worker 1 en worker 3, dat ze daar allemaal komen. Want ik ben in dit geval niks aan het doen, van je moet op een specifieke node. Ik zeg alleen u, je moet over de zones verdeeld worden. En blijkbaar komen deze nodes het beste eruit als de scheduler kijkt naar de resources die er zijn. Nou, well, dat was hem. Topology Spread is een van de leukste dingen die in Kubernetes gekomen is als het gaat om het plaatsen van pots. Want. Pot anti-affinity, pot affinity was al heel krachtig, maar de verdeling kwam niet altijd mooi eruit. De policy spread is exact wat je hiervoor zoekt. Dus dat was hem voor vandaag. Heel veel succes ermee. Alle voorbeeld customise code staat hieronder. Linkjes naar de upstream en Kubernetes documentatie staat er ook. Klik erop, lees ervan, geniet ervan. En onthoud, HCS Company, ook voor al je Kubernetes vragen. Tot ziens! Ik hou van lekker fris, ik hou van lekker anders, ik hou van lekker anders, lekker fris. Ik hou van bruin, ik hou van wit, ik hou van clusters waar fris op zit. Dus als je iets op OpenShift zet, het is het lekker gefris, het een bolletje spread.